Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft vandaag haar mammacentrum in gebruik genomen. In dit borstkankercentrum kan nu een ieder terecht om borstkankeronderzoek te doen. Deze onderzoekingen zullen verricht worden met een 3D mammograaf die gedoneerd is door Rosebel Goldmines NV. Met dit apparaat, dat een waarde heeft van 1,9 miljoen Surinaamse dollar, kunnen er röntgenfoto's van de borstklieren worden gemaakt. Deze foto's worden vanuit verschillende richtingen gemaakt, waardoor tumoren in de borst snel opgespoord kunnen worden. Iswarat Thakur, hoofd van de afdeling radiologie, zei tijdens de opening van het centrum dat heel veel vrouwen hierop hebben gewacht. Ik kan u zeggen, er zijn een paar vrouwen in Suriname die daarop wachten. Wat u, Rosebel Goldmine, heeft gedaan, is mijn team en mij, de afdeling radiologie AZP, het academisch ziekenhuis, in staat gesteld om borstonderzoek te evenaren conform standaarden van Europa en de Verenigde Staten. We doen niet meer eronder. We kunnen nu in Suriname state-of-the-art borstonderzoek doen. We hoeven onze patiënten niet weg te sturen naar het buitenland. Stelt u zich voor, een vrouw die mogelijk borstkanker heeft, die moet naar het buitenland voor hulp. Kan niet. Niet acceptabel. We hebben nu een volledig mamazorg in het AZP. De directeur heeft al gezegd, alle ingrediënten bezitten wij. Een volledig mamazorg in Suriname. Borstkanker staat als de nummer 2 doodsoorzaak in Suriname. Dit komt omdat deze ziekte te laat wordt ontdekt. Met de ingebruikname van het borstkankercentrum behoort dit probleem tot het verleden, zei Sharmila Jatnanansing, directielid van Rosebel Goldmines. Het is een groot bedrag, 1,9 miljoen is best wel veel. Dus de vraag is dan altijd, waarom één project, waarom niet meerdere projecten? En daar is een belangrijke reden voor. Onze visie en missie is daar in een banner opgenomen. We doen veel projecten in Brokopondo, maar ook in Paramaribo. Natuurlijk past het allemaal binnen onze visie van Zero Harm. Je ondersteunt je communities waarin je werkt, duurzaamheid, milieu. We doen best wel veel projecten. Op een gegeven moment, als zo'n groot project wordt voorgelegd, kijk je naar duurzaamheid en wat bereik je ermee? Hoe groot is je bereik? In dit geval bereiken we dus alle vrouwen van Suriname. Dat was leidend voor het nemen van het besluit van we gaan het project ondersteunen. Sharmila Jatnanansing, directielid van Rosebel Goldmines vandaag bij de ingebruikname van het Mama Centrum in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Borstkankeronderzoek kan nu makkelijker geschieden.